En jongen, je je jezelf? Dat maakt je toch niet aan een dame gelijk? Ja, de dingen zoals gewicht en leeftijd, dat weten we allemaal wel. Maar er zijn er nog wel meer dingen die je absoluut niet tegen een vrouw moet gaan zeggen. Anders verpest je het helemaal op je date en dat willen we voorkomen. Daarom ben je hier, de Traction Gym TV. Welkom, ga er lekker voor zitten. En dan gaan we beginnen. Eén, slechte complimenten. Zou jij mij een drankje aanbieden als jij mij zou zien op een festival? Ja, hoor. Ach, ah, lief, leuk. Doet hij goed? Maar ik ben niet zo moeilijk. <laughs> nou. Als je zoiets bewust doet, kan het leuk zijn om daarmee te spelen. Van, ja, op zich vind ik jou best mooi ofzo. Als je dat met een duidelijk knipoog doet, niet als een hele zure manier om zo'n nek te geven ofzo. Of, zo. of uh, je zegt van, nou je bent wel de mooiste vrouw die ik heb gezien. Vandaag. Hè, het kan soms slim zijn om een beetje van de kracht van het compliment weg te doen. Uh, het kan ook snel een beetje kontkusserig zijn. Hè? Van oh, je bent een mooi die ik ooit heb gezien. Stuk van ja, dat meen je toch niet. Dus waarom zou je het überhaupt zeggen? Maar dit is gewoon onhandig. Twee, haar naam vergeten. Hier maakt de vrouw de fout, maar ik zie hem ook vaak bij mannen en vooral. Ik hem in het lijstje. Maar als vrouwen hier zo ontzettend erg over kunnen bitchen... Sorry vrouwen, maar hou er eens over op. Met name als je ook een of andere bizarre naam hebt, weet je wel. Je heet Anna Matanja of zo. wat? Heet jij Ann? Dan snap ik het nog wel. Dat moet je wel een beetje kunnen onthouden. Maar kom op. Dat gebitje. als je een of andere... Hè? Roma Laissa heet ik. En dan zo... Oh fuck, hoe heet je ook weer? Ja. Oh, oh. Wat ga ja, ik doen? Wat is er? <laughs> ik heb een vraag. Oh god, dat ga je toch echt niet. Je gaat. Nee, doe het niet. Heb je een vraag? Ja. Wat? <laughs> Hoe spel je jouw naam? <laughs> B-E-R-T. Wat dacht je dan? Met een D? Uh, J-O-R-D-I. Met een I. Oh, Jordi. Ja. Oh ja. Ik begin met ja. een J. Ja, en dan de O. <coughs> zeg het gewoon: hé, hey, ik ben je naam vergeten. Dan zijn er een mega big deal van maakt. Ja. Niet op reageren. Het zegt ook iets over haar dan. Drie afgezaagde grapjes. Zeg nooit dingen zoals dit. Waar wil je mee beginnen? Met fruit, met... alles kan, thee kan, koffie kan. Het verbaast mij oprecht dat mensen onder de 30 zo'n grapje nog herhalen. Want. Het is ook nooit echt grappig geweest. Behalve misschien die ene dag, 130 jaar geleden, dat één gast dit had bedacht. En toen was het één dagje van, oh haha, ja dat is wel semi-grappig. Maar sindsdien heeft iedereen het herhaald en herhaald. Ik heb het ook al duizend keer moeten aanhoren. En ik heb nooit gedacht van, oh leuk. Alles kan. Ik denk alleen maar van, ja, kanker, kangeroe. Maar ja, dat mag je dan niet zeggen. Dus dat zeg ik ook niet. Zou ik ook nooit zeggen. Zeker niet publiekelijk, zeker niet online. Dus, ja... Zal het grapjes gewoon niet doen, jongens. Lijkt me duidelijk. Vier. Ja, ze weet het. Haar naam is een liedje. Ik hou deze heel kort, want ik noem hem vaker op dit kanaal. Zullen we dat doen? Tuurlijk. Zijn er nu toch? That's my woman. You've already got my attention there. Good so. Mooi. What was your name again? Rudy. 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 Rudy, Rudy, Rudy. Rudy. Ik snap het, ze heet Rudy en niet Ruby, maar ik kan je verzekeren, dit heeft ze wel vaker gehoord. Je bent niet de enige, je bent niet de eerste, je bent niet heel origineel. Soms zal ze erom lachen, maar dan is het een groot compliment naar jou, want dan vindt ze jou leuk. Maar het grapje? Nee, het grapje is fucking saai. Vijf, te rationeel zijn. Waar hoop je morgen wakker te worden? Hier. Niet buiten? niet <laughs> buiten, nee. Dat ah. zal het zijn. Wel lachen, hè? Lekker droog. Ja, hier. Ik snap hem zij snapte hem ook. Het is grappig. Alleen kijk uit met je te droge humor, want het kan ook een klein beetje van sommige mannen een beetje een schild zijn van oh, dat hoef ik niet bij te dragen of wat meer persoonlijks over mezelf te vertellen. Dus ik hou me maar, maar achter mijn korte Droge antwoord. En soms mis je dan ook een kans dat zij iets heeft van, nou vriend, je mag wel ietsjes meer van jezelf laten zien. 6. Je mening als feit presenteren. Hierna gaan we naar mijn absolute favoriet van deze video. Ik kan serieus daar niet op wachten. Uh, die vind ik goud. Maar we gaan eventjes naar dezelfde date als net kijken. Want deze vrouw die we nu zien. is ook niet bepaald de conversatie hoor. Hier, let maar op. Kan je een beetje dansen? Ik kan hakken. <laughs> dat is geen dansen. Oh nee, jij ja, hakken dan. Nee, dat is toch niet echt dansen. Dat vind ik al zo kut als mensen dat zeggen, ja ik snap het. En in een romantische zin. Nee, uh, het is geen romantische dans. Maar dat is het onderwerp niet. Het is hakken is geen dansen. Vroeger, hè, toen dubstep populair was, toen vond ik dat heel vet voor een tijdje. En uh, toen was er ook zo'n meid waarmee ik zat te hangen. Het was van, oh, maar ik vind dat echt geen muziek. Ik dacht, ja, dat kun jij vinden, maar het is gewoon muziek. En dan kun je dubstep geen muziek vinden. Of je kan hakken geen dansen ge vinden. Of je kan Daan de Ram niet de beste goat dating coach die ooit heeft geleefd vinden. Maar het zijn alle drie objectief feiten. En dan kun jij je mening er wel over hebben, maar het is feitelijk waar. Ja, en dan is het hier ook nog eens iemand die... Hardcore for life op zijn arm heeft getatoeëerd. Misschien moet je dan zeggen: Oh, niet helemaal mijn soort dansen. Maar om het dan af te schrijven alsof het niet eens in de categorie behoort. I don't know. Ik vind het gewoon kut. En een klein voorbeeldje hier en daar, dat kan ook geen kwaad. Dus daarvoor heb ik Conversatiekoning voor je. Dat is onze cursus van 575 voorbeeldzinnen en meerdere gesprekstechnieken die je precies door alle uh, ja, lastige situaties in conversaties heen leiden. Dus als hij bij de hand de opmerkingen heeft, dan goede comebacks. Als jij een betere flirt wil zin, zin wil zeggen, dan hebben we daar meer van. Ik geef je ook meerdere voorbeeldverhalen bij. En een van de stemoefeningen die ik zelf gebruik om beter hè, je stem te controleren. Dus dat is Conversatiekoning. Deze week plaatsen we die in de aanbieding. Dus zie daarvoor de link in de beschrijving. Uh, heb je wat goedkoper? Mooie bonus zit er ook nog bij over texting, over flirten. Je ziet nog beelden van mij erbij. Gaan proberen. Kan niks op verliezen. Zeven. Niet lachen om je eigen grappen. Oh jongens, ik heb zo zin in deze. Ik vond dit echt de verspreking van de eeuw. Oh, 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 oh. Daar gaan we. Heb je eerder relaties gehad of uh, dat niet? Een flikkere relatie. Flikkere relatie. Dat jij nou zo bent, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat je het zo moet noemen. Hè? Dat is wel een beetje onbeschaafd. Hè? Dat is niet zo inclusief van je, vriend. Oh, dat vind ik zo goed. Een flikkerrelatie. Zeg maar, een soort schakelaar die aan en uit gaat. Alleen dan uh, gaat alles elke keer fout. Dan ga je weer praten, dan gaat het weer een beetje goed, dan gaat het weer fout. Gaat het weer oh door. ja, een ja, knipperrelatie. Knipperrelatie. Klein verschilletje. Oh, dit vind ik echt helemaal top. Nou, moet je niet dat zeggen tegen een vrouw? Ja, misschien. Maar vooral de fout hier is eigenlijk lachen om je eigen fouten. Ik bedoel, dat is toch grandioos om het een flikkerrelatie te noemen. Dan, oh, oh, nee, ik bedoel dit. Ik bedoel, er zijn zoveel goede grappen die je hierop kan maken. Als je daar zit. Ik ga al die grappen nu niet maken. Uh, dat is zo'n gemiste kans. Gewoon lachen om jezelf, man. En uh, ja... Dit is hilarisch. Ik vond dit helemaal top. Misschien ben ik de enige die van dit soort foute humor houdt. Ik denk het niet. Jij kijkt ook naar het kanaal. Je bent net zo schuldig als ik. Acht. Vragen om bevestiging op het verkeerde moment. Nou, de sfeer zit er uh, top in. Gezellig. Dat is trouwens ook zo eentje om te zeggen. Nou, hè, gezellig. Dat valt precies in die eerste categorie. Van uh, thee kan, koffie kan. <laughs> Goeie grap. <laughs> Vind je het opnieuw toe? Ik snap zijn neiging. Het gaat kut. Jullie zitten daar in een ongemakkelijke stilte. Zij weet dat. Jij weet dat. En dan snap ik dat het even fijn zou zijn als er één iemand op de wereld is die dan zegt. Nee, het gaat top. I, you got this. He, tijger, je pakt me helemaal in. Dat wil je natuurlijk even horen. Uh, ja, ik vind het wel gezellig. <laughs> Ja, ik vind het wel gezellig. <laughs> Oké, okay, mijn punt is wel duidelijk. Ik zal ook stoppen met roosten. 9. Veiligheid is belangrijker dan opwinning. Of het nou van die ex van 5,5 maand geleden is. Of je chronische wantrouwen vervreemd gaan. Het, het is ten dode opgeschreven. Klare taal. Uh, over deze date heb ik al eens een hele analyse gemaakt. Die was heel interessant, omdat de hele date zich over meerdere dagen uitspeelt. En ook alle relatiepatronen in die date omhoog komen. Dus ik zal die even achteraan de video uh, linken. In ieder geval, um, wat hier zo boeiend aan is, hier is een conflict gaande. Alright? Een conflict is altijd slecht voor het vertrouwen in een relatie. En kijk wat er dan verder komt. Ik, ik weet 99% zeker dat als wij ooit vrijen, dat het gewoon fijn zal zijn, weet je wel. Maar het is geen honderd... Ja, um, kijk, er zat wel een knipje. Dus laten we hem even het voordeel van de twijfel geven. Om hier even wat dieper op in te zoomen, want dit is heel belangrijk. Wat je hier ziet is, uh, zij zit in tranen. Uh, de toon is nog hetzelfde als net, van conflict. En wat je tijdens conflict hebt, is een vermindering van connectie en van vertrouwen. En dat is juist een van de pijlers die belangrijk is in het hele verleidingsproces richting een relatie of one night stand of wat je ook wil bereiken. Dus dat vertrouwen dat gaat hier omlaag en dan gaat hij ineens op de opwinding zitten. He? Want je gaat het hebben over vrije en dit en dat. Het is gewoon heel erg... Het, he. En wat gebeurt daar? Je zit op de verkeerde pijler, terwijl al die dingen moeten hoog zijn. Kijk, aan de ene kant is het belangrijk dat de opwinding aanwezig is. Want zonder opwinding is er geen vonk, weet je. Dan is er... Alleen vertrouwen misschien. En dan met enkel vertrouwen en geen opwinding. Waar kom je dan? He? Zeg het maar. De friendzone. Dus het is belangrijk dat je eigenlijk eerst die opwinding opwekt. En daarna ook vertrouwen. En veel mannen doen dat andersom. Waardoor ze al een beetje friendzone, broerachtige vibe neerzetten. En dat bepaalt dan je uitkomst. Dus ja, je hebt de opwinding, het vertrouwen en in hoeverre zij geïnvesteerd is. En voor iedere vrouw is dit anders. Kijk voor een partygirl van 21... die wel een beetje tegen een stootje kan... en wel een beetje een grote bek heeft... die zal misschien wat minder... op de vertrouwen hoeft te zitten... en iets meer op de opwinning zitten. Terwijl voor misschien een meer rustig... introvert, lief meisje... is dat misschien weer andersom. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje leert herkennen van... hé, hey, wat is precies de behoeften van de vrouw die ik tegenover me heb? Niet zodat je daarop in gaat spelen... maar gewoon dat je haar ziet als mens... en kan zien, hé... Hey, kan ik haar geven wat ze nodig heeft en komt daar een relatie uit die voor ons beiden fijn is. Diepe tips hè. Moet je nagaan wat je in conversatiekoning vindt, jongens. En de aanbieding deze week. Check het uit. Beschrijving. Anyway, het wordt nog erger. Als het zo makkelijk is om zo lang te wachten, dan denk ik van nou. Ik denk wel dat ik je anders zou kijken als ik zie wat je. Wat je wat? Ik stik met je een stukje aan kijken. maar heel vaak. Ah, Kijk, dat is misschien wel de tiende fout. En dat is dan, oké. Okay. Hij is daar even eerlijk van oh, hij neemt het dus persoonlijk op dat ze niet met hem meteen het bed in wil springen. Of, eh, figuurlijk gesproken, dan ze ligt in bed. En, uh, en daarna geeft ze hem een stukje bevestiging van nou ja, maar ik vind je ook wel aantrekkelijk. En dan begint hij meteen door te escaleren. Van, aha, en, en dat is een van die dingen: van, ga niet te hard escaleren als je een klein. Je krijgt een broodkruimeltje en je pakt een hele hap. Ze geeft je een vinger en je pakt de hele handje op. Nou, is dat geen prachtig einde is van deze video? Dan weet ik het ook niet meer. Liefde en ik spreek je in de volgende.